En dan nu twee liederen door het mannenkoor Maranatha Nederland en Excelsis uit Rotterdam, onder leiding van Amare Bilate. Ik heb echt heel erg zware jeugd gehad. Vanaf mijn zesde heb ik mijn moeder nooit meer gezien, omdat hij heel erg ziek was. Mijn vader zou haar gaan terughalen. En hij is ziek geworden, hij is ook doodgegaan. Ik heb eigenlijk zelf overleefd, zelf gewerkt als kind. En moest ik zelf voor mijn broertje en zusje zorgen. Ik praat met troostgevoel. Maar soms wil ik niet liever terugkijken naar. Hartelijk welkom. Onze repetitieavond. Kom eens, dames. Kom op, dames. Niet zo hangers te zijn. Oké. Kom op. Het koor heet Excelsis. Mensen zijn allemaal uit Suriname, behalve ik. Kom op. Walk in Jeruzalem. Let up. I want to be ready. I want to be ready. I want to be ready to walk in Jeruzalem just like you. Het is een unicum Surinamers met de Ethiopiër als dirigent. Ja, hij is wel streng, maar we kunnen ook met hem lachen. De Afrikanen die brengen meestal nog iets pittigs met zich mee. En dan brengen ze ook. Je kan het aan de manier zien van dirigeren. Dus, 1, 2, 1, 2. I'm gonna ride the chariot. Strak. I'm gonna ride the... Als je goede discipline hebt en motivatie en een goede samenwerking, dan kan je altijd groeien. Dan ga je altijd bereiken wat je graag wil bereiken. Van daaruit ben ik niet streng, maar duidelijk. I serve the Lord till my end. Stop, tenor partij. Met mijn papa. Mijn papa was militair. Mm. Ik ben geboren in een militaire kazerne. We waren met 6 jongens en 3 zijn de oorlog gesneuveld. Mm. En ik heb nog 2 broers. Oké. Okay. En zussen heb je niet? Ik heb 3 zussen. Oh, wat fijn. Toen ik nog baby was, kijk. Ja. Daar heb ik mijn moeder niet meer. Ja, je ogen zijn precies hetzelfde. Ja. Dan hebben ze mij ontdekt als talentje, muzikant. Toen hebben ze mij naar de hoofdstad, Addis Ababa, meegenomen voor muziekopleiding. Ik heb 2 kinderen, 2 zonen. Mario en Tadio. De oudste is 16,5. Wat lijken ze, Mario? De jongste is bijna 9 maanden. Tijdens mijn studie ben ik getrouwd. En toen heb ik een zoon gekregen. Wat is dit? Dat is van mijn project. Na mijn officieropleiding en ben ik naar Moskou gestuurd voor hogere muziekopleiding. Tchaikovsky Conservatorium. Het is vreemd. Ik had het niet geloofd. Nou, toen zag je ineens alleen maar witte mensen rondlopen op straat. Dan besef je pas, ja, oh, ik ben toch in een ander land. In een andere cultuur beland. Daar ben ik met hoogcijfer op cum laude afgestudeerd. Meneer Amari, объявляет отличная оценка и благодарность. Служу! Чёрствам народу! Вольно! Hij is meer van die klassieke tijd, ik meer van de hedendaagse tijd, zeg maar, gewoon modern. Ja, die rap allemaal, een beetje Tupac, weet ik veel. Hij denkt dat hij alles weet erover. Ik ga ook niet echt vaak mee naar optredens en zo.
Ja, ik bedoel... Vroeger, toen ik klein was wel. Ja, toen ik klein was wel. Maar ja, toen had ik nog niet zoveel te doen, toch? Toen was het gewoon een beetje naar school buiten spelen en dan met papa mee, toch? Gigi. Injerama, Ethiopische gerecht, hè? Een soort pannenkoek dan, hè? Na mijn studie kon ik niet meer dan naar mijn geboorteland teruggaan. Toen was ineens machtwisseling in Ethiopië, dus ik ben naar Nederland gekomen. In het begin was het moeilijk natuurlijk. Je kent de taal niet, je kent de mensen niet. Toen jij voor het eerst hier was, je moet overleven, dan ga je allerlei werken doen. Schoonmaken bedrijf, daar werken. Ogen? Maar die injera, we noemen ogen, hè? Die puntjes moeten helemaal duidelijk groot zijn. Die puntjes, die weet je, want het is niet gelukt. Toen ben ik naar Surinaams gekomen, naar Excelsis gekomen. Ze waren zo erg onenthousiast. Ze hebben ze, dit is de dirigent die voor ons moet zijn. Yes. Die puntjes moeten. Na deze koren kon ik verschillende goede aanbiedingen krijgen. Volgens mij hebben ze gezien dat ik vakman ben. Dat kon je zien natuurlijk. En ik was zelfverzekerd. En dan liep het vanzelf. Het liep gewoon goed. Ze bezoeken ze eerst toe, maar het hamst alleen niet, Sarah. Hoe lukken ze haar aan het bellen, maar haar voor haar voor. Zie je met je. Het is een hele voetsluis. Daar gaan wij een oude kerk repeteren. Take me home to my family. Mensen kwamen hier voorheen eigenlijk een beetje ingedut, meer uit gewoonte van nou, we gaan dinsdagavond zingen. Maar dat is geheel en al veranderd. Mensen komen hier weer lachend binnen en ze gaan ook gelukkig weer allemaal lachend en voldaan naar huis. En hij maakt ook de oude mensen eigenlijk ook enthousiast om weer mee te zingen. Ja, het is heel gevoelig, jongen. Hij houdt van muziek. Ik denk dat hij deze richting. Kijk. Oh. In 1999 heb ik Maranatha Mannenkoor Suriname begeleid als dirigent. In Duitsland heb ik Ersprijs gewonnen voor kleurcategorie, waar ik ook uitgeroepen was als de beste dirigent. Ik ben heel erg trots op dat ik zo ver gekomen ben. 2002, in verband met dodenherdenking, 4 mei, heb ik live opgetreden in aanwezigheid van koningin. Ze heeft mij gevraagd of dat ik talent was. Bent u talent? Ik kon geen antwoord geven. Ik was stil, man. Ik wist niet wat voor antwoord moet ik geven.